Hallo en welkom bij de derde missie van Let's Play Hitman Blood Money. Onze derde missie is genaamd Curtains Down. In deze missie gaan we naar Parijs, naar de opera. Onze targets zijn een tenorzanger en Richard Delahunt, een Amerikaanse ambassadeur. We hebben geluk, de opera is onder renovatie, dus dat zou ons mogelijkheden kunnen bieden. Er is ons verteld dat er een pick-up is verstopt. Niet een pick-up truck, maar een item wat we kunnen ophalen bij de garderobe. En tijdens het toneelstuk of tijdens de opera vindt er een soort van executie plaats. Of wordt er in ieder geval een vuurpeloton getoond. En ja, goed, volgens de briefing zouden we daar iets mee kunnen doen. Ik weet niet wat ik precies kan verwachten, maar volgens mij wordt dit een pittige missie. Want mij werd al geluk gewenst en dat zal vast niet voor niks zijn geweest. Maar goed, we zullen eens kijken wat we tegenkomen. En hier zijn we aangekomen in Parijs. In het operagebouw, zo te zien. Oké. Hey, dat is Alvaro Delvade. Hoever je het uitspreekt, maar dat is een van de targets. Die heeft dus een ringbaardje. Nou, ik kon in het loading screen al zien dat die hoe die er ongeveer uitzag. Alleen daar had hij een soort van helm op. Ik weet niet precies wat hij op zijn hoofd had. Volgens mij een helm. Dus door. Damn, veel toeristen hier. Oh, de ding is, garderobe. Ik moest hier iets ophalen volgens mij. Ik zie op die krant al de schets van de vorige missie. Iemand heeft mij beschreven, wat natuurlijk totaal niet leek, en oh. Hallo. Chat receptionist. Had ik een kaartje? Here is your jacket, sir. Blijkbaar wel. Moet ik die jas? Oh, what? Don't you want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. I'll pick it up later. Ja. Ik moest even een gun uit mijn jas halen. Je zou toch zeggen dat ze die shit gewoon controleren, of niet? Ben ik nou gek? Aan de andere kant, het is wel privé. Het is natuurlijk wel privé wat er in die jassen zit. Oké, even kijken wat hier. Toiletten. Oh, en er staat een gast. Oh. Ik denk die kan ik meteen afmaken, maar hij loopt alweer weg. Oké. Containertje, daar zou een lijk in kunnen. Kijk wat er aan de andere kant te zien is. Ook een deur. Personal staff only. Ja, even kijken, maar dan hebben we hier. Hier hebben we allemaal deuren die eigenlijk op hetzelfde uitkomen. Die eindigen allemaal in het operagebouw, of ja, in de hal. Of ja, hoe je het ook mag noemen. We hebben aan de andere kant het toilet en hier hebben we één staff only dingetje, kamertje. Oh, met een trap. Laat ik hier maar eens even snel naar binnen gaan. Misschien dat niemand mij ziet. Als niemand mij ziet. Natuurlijk wil ik niet zomaar overal binnenlopen. Tenminste niet met deze kleding aan. Maar ik zal toch iets moeten ondernemen. Wie zit er alleen? Ik moet eens meteen van de situatie gebruik maken. Oh damn, dat was even geluk hebben. Ik hoorde iemand fluiten. En hij gaat ook weg. Oeh. Nee. Het moet hier ook weg.
dat hij even doorloopt. Oh, hij loopt wel door. Zo, daar had ik even geluk. Oh, ik heb mijn fiberwire nog vast. Dat is helemaal niet verstandig. Oké, hier snel even doorheen. Ja. Ik weet niet wat er nog meer zat, maar dat was niet erg... Oh, dat is die kerel weer met zijn koffertje. Misschien dat hij weer naar het toilet gaat. Dat zou mooi zijn. Misschien moeten we even wachten hier. En even de lamp uit doen. Toggle light. Nou wachten we gewoon hier even in de hoek. Oh, daar is die. Oh, shit. Hij gaat het licht aan doen. Crap. En nou moeten we heel snel zijn. Voordat er iemand anders naar het toilet komt. Oh, fuck! Oké, dat wordt helemaal niks. Die gaan we even restarten. Oh, jeez. Oh, zag je dat? Er was 1 seconde even die kerel, deze kerel, maar dan met een helm op. Ah, oké, dat op het toilet is niet zo handig. Of ik heb gewoon pech gehad. Of, het was gewoon niet zo slim. Goed, maar we hebben een beetje rond kunnen kijken. We weten hoe alles eruit ziet, dus laten we onze gun maar ophalen. Here is your jacket, sir. Why, thank you, sir. Don't you want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. I'll pick it up later. Alright, thanks a lot. Ik slip toch nog even snel hier naar binnen. Oh nee, shit. Niemand mag zien dat ik hier die ingang binnen ga. En daar staat een bewaker en die staat mij net een beetje. Oh shit, dat is die andere kerel. Hij staat weer op het toilet. Ah, ik had die. Er is geen bewaker te zien verder. Ik had die gast makkelijk kunnen afmaken. Misschien kan dat nog steeds. Misschien als ik snel ben. Oh, dat ging verdacht snel. Misschien heb ik geluk. Kom, suit. Suit worker. Greg buddy. Dan snel hierin. Oh, dan mag er echt niemand binnenkomen. Kom. Dicht. Oh man. Ho ho ho. Oké, even die. Zo. Jezus. Dat flats, kijk. En gelukkig valt niemand dit op. Alright. Als het goed is, kan ik hier gewoon naar binnen. Because I am the step. Yes. Kijk. Kijk. Oké. Dus even kijken wat hier allemaal te zien is. Oh, sorry. Dus even. Hey. Oh, oké. Hey, biertje. Place item. Wat is place? Oh. Nee. Laten we dat maar even niet doen. Even weg hier. Oh, dat heeft met die toolbox te maken. Kan ik ook cancel doen? Ah, kijk. Cancel. Zo. Oh shit. Zou die dat zien? Oh, dat gaat hij vast zien. Kijk wat hier dan is.
Open deur. Ah, de kleedkamer. Nou goed, zo. Ik ga dat ding niet meeshowen. Het zou wel goed zijn. Oh. Wil jij hem hebben? Oh, goed. Ik ben weg. Oh, bewaker. Gaan die open? Nee, dat is gewoon allemaal decoratie. Dat is een executie die wordt gespeeld, zo te zien. Hé, en die kerel met die helm die nou op door zijn knieën ging, die moet ik hebben. Ik zou bijna zeggen, hoe ga ik... Oh, crap. Ik wil die deur door, maar die, dan moet ik voor lockpicken. Ja. Oh. Ik weet niet wat hij doet, maar echt lang werkt hij niet. Ja, gods. Dan gaat hij daar... Hij gaat het daar wel zetten. Oké, okay, misschien... Als ik snel ben. Hij staat ervoor. Oh, 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 oh. Oh, shit. Nog niet gelukt. Ah, ze hebben het niet gezien. Ik denk dat ze net iets te ver weg zitten. Of die andere kerel zit ervoor of zo. Dat zou ook nog kunnen. Alright. Even kijken. Holy cow. Heel gangenstelsel. Dat gaat natuurlijk onder het... Onder het gebouw door. En een trap. En nog een trap. En een deur. En... Dat is achter het decor. Dat, maar dan mag ik waarschijnlijk niet komen. Er zit iemand in de stoel, of is die executie weer? Hier kan ik weer verder omhoog. Ja, wat, ik weet niet wat hier zit. Oeps. Hallo. Oké. Zo, hier is een lampje kapot. Dus je hebt een use keycard. Ik heb geen keycard. Misschien had ik toch die toolbox even mee moeten nemen. Oh, hier staat een toolbox. Ja, ik ga geen lamp repareren, kom op. Ik kan eens kijken wat hier gebeurt. Brick utility box, maar ik zag net een bewaker voorbij lopen. Laat ik dat niet doen. Even kijken, een kantoortje. Als hij daarin mag, dan mag ik er misschien ook wel in. Wat deed hij nou in zijn... goed. Opera de Paris. Oké. Hey, keycard light control room. Nice. Haha. Light control room. En waar is de light control room? Even kijken hoor. Zou die hier werken? Use keycard. Nee. Nee, die werkt niet. Die moet ergens anders moet ik zijn dan. Oké, okay, maakt niet uit. Maar geeft niets.